Zo. Zijn we weer. De volgende artiest gaan jullie zeker en vast kennen. Ze is geen onbekende invoeren namelijk. Laura Ausums is een singer-songwriter in het genre pop, soul en elektronisch. Na haar eerste twee songs, Backup en I Will Never Lie, brengt ze nieuwe songs met een nieuwe sound. Artiesten als Solange, Sade en Emily Sandé zijn een inspiratie geweest tijdens het schrijven van haar nieuwe liedjes. In haar set Back to the Roots zitten 5 à 7 nieuwe liedjes, gekenmerkt door empowerment, liefde en geborgenheid. Daarvoor een applaus voor Laura Ausums! Goedenavond allemaal. Het gaat allemaal lukken. Het gaat gebeuren. Ik was aan het vertellen, ik heb de liedjes zelf geschreven. Ik heb ook de eerste keer de muziek zelf geschreven, gecomponeerd, geproduceerd. Dus als jullie het niet leuk vinden, moet jullie bij mij zijn. Zet het maar op, maar. Ja. Teken aan toen, het mag iets zachter wat mij betreft, qua zang en muziek in mijn monitor in ieder geval. Dank u. De volgende song heet Him. En die song gaat over mijn ideale man. Die ik nog altijd niet gevonden. Maar misschien hier terug in Voeren, who knows. Zet hem maar op, hoor.
page. Move on, that's what we said last. No time to waste. Stay strong, I wish you all the best. I can be your number one. You've got to leave. You've got to leave. If I can be your number one, you've got to leave. You've got to leave. So in love with who you promised to be. So in love with someone imaginary. It is him I would fight for. It is him I adore. With all my heart, can you see? I love him. 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 Brown eyes, addiction, the smell of his skin, of his skin. Touching you made me feel him, made me feel him. If I can be his number one, he's got to leave, he's got to leave. If I can be his number one, he's got to leave, he's got to leave me alone. So promise to be so in love with someone imaginary. It is him I would fight for. It is him I adore. With all my heart, can you see that I love him? I love him. I love him. Dus wie zich aangesproken voelde. Grapje. Ik vond dat mijn set ook nood had aan een flink uptempo liedje met een beetje meer een beat in. Maar dat is wel een uitdaging voor mij. En ik denk dat jullie dat ook niet gewend zijn om te horen van mij. Dus dit is heel spannend. Ik heb deze song vandaag pas gemaakt. Oh. Dus dat is extra spannend. We gaan zien hoe het lukt. Dit is You Are Beautiful. It's not about the way to impress. It's not about the way you dress. You are beautiful. You are beautiful. And you are beautiful.
Beauty's not like on Instagram. Your beauty is so much more. You are so much more. You are beautiful. You are perfect. You are everything. Love yourself. You can be who you wanna be. You can do what you wanna do. You've got the power. You've got the power. You're in control of your own path, steering the wheel. You've got the power. You've got the power. You are beautiful. You are perfect. You are everything. Love yourself. Speak of denying to be loved. As we go along, I want you to know that I'm on your side. Wanna do no wrong, so I wrote this song to make you realize that I. Those who are afraid to let someone in. Why wear a mask? We're so beautiful. So shine bright and let it show. As we go along, I want you to know that I'm on your side. Wanna do no wrong. So I wrote this song to make you realize that I.
to hide. So come lay in my arms, give your worries away. I'll carry you. Come lay in my arms, I'll care for you today. Oh, 'cause I will never lie. I will never lie. Dankjewel. En dan zijn we al gearriveerd bij de laatste song. En die denk ik dat de meesten van jullie wel zullen kennen. Dus jullie mogen zeker super hard mee zingen en springen en dansen. En doen wat jullie willen doen. Hier is backup. Every time I'm on the phone, I leave many words unspoken and unknown. 'Cause every time I see your face, I try to survive in the love maze. And I know, when you say my name, I need you. Will you be the one to back me up or back me up? Can I call when I'm all alone? Knock the door if things go wrong. Oh, back me up or back me up. Make me feel like I'm not alone in this big wild world. 'Cause you're my backup. Well, who says there is no one out there? Have you been across the waters? And don't we all want to feel safe, protected and strong to face heavy waves? And I know, yes, I know. When you say my name, I need, you. Will you be the one to back me up or back me up? Can I call when I'm all alone? Knock the door if things go wrong. Oh, back me up or back me up. Make me feel like I'm not alone. Big wild world, you're my backup. But I don't put out a no, but I did that day. But I did that day. But I don't put out a no, but I did that day. Dank u wel voor vanavond om dit moment met mij te delen. Make me feel like I'm not alone in this big wild world.
you're my backup. Oh, can I call when I'm all alone? Hij wil niet. Dankjewel. Ik was een beetje zenuwachtig voor vanavond en ik denk de geluidsinstallatie ook. Heel erg bedankt, Laura. Dankjewel. Ja, Lokale Helden is weer afgelopen, helaas. Maar we hebben wel mooie optredens mogen aanschouwen. Onder andere jouw optreden, Laura. De techniek, die werkte niet helemaal mee, hè? Nee, dat klopt. Maar dat maakt niet uit. Tijdens ieder optreden gebeurt er wel iets, zeg maar. Ik ben bijvoorbeeld ook niet 100% tevreden. Er gaat altijd wel iets fout. En dat gebeurt gewoon. Dat is geen... Ja. Maar technisch dat is nooit leuk als dat niet 100% werkt. Maar ja, je bent natuurlijk beroepsartiest. Jij weet perfect dan toch daarmee om te gaan. En het optreden was niet minder daarom. Ja, proberen om dat niet... als er iets fout gaat, om dat gewoon niet je optreden te laten beïnvloeden. Hè? Dat probeer je dan. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik heb ervan genoten. Ik heb het ook proberen over te brengen naar de mensen. Dus ik hoop dat zij het ook... ook al waren er een paar kleine schoonheidsfoutjes, ik hoop dat zij het ook gewoon wel leuk vonden. Ja, zeker. Lokale Helden is eigenlijk een initiatief om jong talent... om dat te promoten, hè, zich te laten zien. Ja, jij bent dat eigenlijk al dat stadium voorbij gestreefd. Moeten we eerlijk over zijn. Je bent al in heel Vlaanderen bekend en misschien nog verder over de grenzen. Dus meer kunnen we jou zien als ambassadeur, denk ik. Dat ben ik wel heel graag, dus dat vind ik wel prima. Ja? Ik ben heel graag ambassadeur van Voeren. Maar wat ik ook denk is, ik ben misschien niet meer het jonge talent, maar mijn muziek is nog wel jong. Dat zijn nieuwe liedjes, dat zijn liedjes die ik nog anders niet naar buiten gebracht heb. Dus op die manier zag ik het wel een beetje als een jonge stap voor mijn nieuwe muziek, op die manier. Ja, want je hebt weer nieuwe nummers gemaakt. Helemaal zelf heb ik begrepen, 100%. Ja, volledig. Dus ik heb echt uren achter mijn computer gezeten met mijn piano erbij en mijn microfoon. En ik vind het gewoon superleuk om te doen. Voor mij is dat knutselen. En ik ben echt heel blij dat ik het hier kon brengen. Ja, dat is een creatieve uiting, hè? Muziek maken, hè? Tekst schrijven, muziek en dan ook zelfs zingen. Het mooie daarvan is natuurlijk dat je dan ook je product, je liedje, 100% daar kan neerzetten. Ja, ik vind het fijne eraan. Je weet alles. Dus alles wat er gebeurt, zeg maar, ben jij van op de hoogte en ben jij ook de creator van. Dus ja, je voelt des te meer jouw liedje. Je hebt ook je eigen tekst geschreven, dus je weet ook waarover het gaat. En dat vind ik zoveel fijner om dan over te brengen op de mensen. Dan als het een cover is, dan moet je inleven in iemand anders zijn gevoel. En dat is altijd moeilijk, een cover. Want ja, mensen hebben dan een beeld van een liedje en van een optreden. Dan moet jij dat daar op je eigen manier gaan brengen. Dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn. Maar je eigen muziek brengen lijkt me toch wel het mooiste van alles. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik doe het super graag. Hey, een nieuwe repertoire, hè? Nieuw. Het lijkt ook nog wel op het oude, maar we zijn toch een zijstraatje ingegaan. Funky, soul. Ja. En wat vind je ervan? Ja, super. Nee, echt. Echt een mooie luistermuziek en ook je uptempo nummer. Ja, het is fris, het is jong. En dan is natuurlijk de vraag, wat ga je ermee doen? Ga je een cd uitbrengen? Kunnen we iets verwachten binnenkort? Dat is wel de bedoeling, dus hopelijk wel. Mijn plan is om mijn songs zo goed mogelijk zelf uit te werken. En dan samen met anderen aan de slag te gaan. Dus ik zou heel graag via een platenmaatschappij een album of eerst songs uitbrengen. Dus dat is de bedoeling, dat ik zoveel mogelijk mijn eigen songs eerst zelf uitwerk. Dat ze ook een duidelijk idee hebben van welke richting ik op wil gaan. En ik heb in ieder geval, nu ligt er nog niks vast. Dus ik kan nog niet op dit moment iets zeggen, zeg maar, dat er iets gaat gebeuren. Maar dat is wel de bedoeling. Ja. Ah, je bent ermee bezig. Er zijn meer songs dan deze songs die er liggen, zeg maar. Dus ik ben in de volle proces. Maar het moet nog rijpen? Of? Het moet nog
Wat is het goede woord hiervoor? Ja, het moet nog rijpen. Ik denk dat het gewoon inderdaad nog even moet... nog meer moet groeien. Ja, ja. Okay. Ja. Alles op zijn tijd, niet overhaast. Goh, weet je wat het is? Ik wil kwaliteit leveren en niet kwantiteit. Dus er zijn ook heel veel mensen die mij zeiden van... waarom koop je geen liedje? En dan heb je morgen een song bij wijze van spreken... Maar dat zou ook voor mij die voldoening niet geven. Dan zou ik mij niet 100% de muzikant voelen die ik ook wil zijn en die ik hoor, zeg maar. Dus ik moet gewoon echt verder nog verder werken, blijven groeien. Ja, je bent natuurlijk van Voeren, je komt uit Teuven. En voor de mensen van de Voeren, die zijn toch wel benieuwd van... woon je weer terug in Voeren of woon je nog in... waar woon je, in Amsterdam of in Antwerpen? Ik woon in Antwerpen nog, ja. Klopt, ik heb in Amsterdam gewoond, maar mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest na K3 Zoet K3 als ervoor. Dus dat heeft echt mijn hele leven, mijn hele privé ook omver gegooid. Maar ik woon wel nog altijd in Vlaanderen, ik woon in Antwerpen nu, maar ik ben nog wel iedere week in Voeren hoor. Je bent en blijft onze ambassadeur. Hopelijk horen we heel snel weer van je, maar je zegt het heel goed. Je neemt er je tijd voor en dat is heel belangrijk ook. Om je product gewoon optimaal te kunnen presenteren aan het publiek. Ja, heel goed. We hopen snel van je te horen. En vanavond was, ondanks de techniek die een beetje roet in het eten heeft gegooid, super optreden. Dankjewel, dank u. Oké, bedankt Laura. Tot snel weer.